Welkom terug. We gaan ons in de komende workshop, komende 30 minuten verdiepen in de cultuur van het zaken doen in de Golfregio. Daarvoor hebben we een videoverbinding met Salim Rabbani, de voorzitter van de Middle East North Africa Business Council en directeur van Rabbani Trading and Consulting. Welkom Salim. Jij adviseert bedrijven over hun stappen in de Arabische wereld. Om wat voor vraagstuk gaat het dan? Dankjewel Erik, goedemorgen. En voor ik het antwoord wou ik RVO, het ministerie van Buitenlandse Zaken, enorm bedanken voor het weer organiseren van de Gulf Business Dialogue. Ik denk dat we ons soms niet realiseren wat voor geluk we hebben als Nederlandse bedrijven, wat voor netwerk we achter ons hebben in de regio en wat voor mogelijkheden we als Nederlandse bedrijven hebben vergeleken met veel andere bedrijven uit andere regio's voor ons netwerk op te bouwen in de regio. Ons bedrijf adviseert hoofdzakelijk Nederlands en ook andere bedrijven met het opbouwen en het groeien van hun business in de regio. En daar komen we straks op. Dat betekent dat we ze helpen met het ontwikkelen van netwerken in de regio. Dat is, zoals eerder sprekers ook hebben gezegd, extreem belangrijk. Dus we helpen ze met het opbouwen van netwerken, met het vinden van de juiste partners, met fusies en overnames, maar ook met de problemen oplossen met bestaande partners of binnen hun netwerk. En onze klanten zijn actief in verschillende sectoren, van financiële dienstverlening tot food en agri, cable manufacturing tot plastic buizenbouw. Gelukkig hebben we in Nederland verschillende bedrijven die actief zijn op verschillende gebieden. En die begeleiden we en die helpen we met de opbouw van hun business in de regio. En daarnaast zit ik ook in de board van een aantal lokale bedrijven en van een incubator die start-ups in de regio helpt, ook met Nederlands support. Salim, en bij de stappen die Nederlandse ondernemers, Nederlandse bedrijven zetten daar, lopen ze tegen verschillende uitdagingen aan. En je gaat er een aantal van bespreken. Ik breng nu een aantal van die uitdagingen ook in beeld, in een poolvraag, want dan kunnen we even inzoomen op de uitdagingen waar jij misschien specifiek tegenaan loopt. Dus we hebben er zo even een aantal op een rij gezet. En klik graag op het antwoord van je keuze. Vooral als je al zaken doet, hè. 2/3 van de deelnemers doet al zaken in de Golfregio. Wat is dan de grootste uitdaging als je moet kiezen uit dit lijstje? En terwijl er gekozen wordt, Salim, ga ik jou straks een update geven. Ga ik jou vertellen wat de meest populaire of meest gekozen uitdagingen zijn waar ondernemers tegenaan lopen. Wij gaan het hebben over de cultuur van het zaken doen in de regio. Waarom is het juist voor deze regio belangrijk om je daarin te verdiepen? Ja, Erik. Kijk, elk land buiten je eigen land, of soms zelfs elke stad buiten je eigen stad, is het belangrijk om te verdiepen in de cultuur van het gebied waar je zaken doet. En dat is inherent aan het zaken doen. Maar zeker in deze regio. Kijk, en dat heeft te maken met de geschiedenis. We hebben het vaak over landen die tot 60, 70 jaar geleden niet onafhankelijk waren of helemaal niet bestonden. En daardoor waren mensen en families heel erg op zichzelf aangewezen en aangewezen op de mensen om zich heen, de families om zich heen die ze vertrouwden. En een van de grootste, en dat hebben we ook in eerdere sprekers ook gezegd, een van de belangrijkste doelen van een bedrijf die in de regio zaken gaat doen, is om binnen die inner circle te komen van een familie, van de overheid, van de stakeholders die uiteindelijk invloed uitoefenen op wat je gaat doen. En om binnen die inner circle te komen, is het belangrijk om de cultuur te begrijpen. Want de cultuur, het begrip van de cultuur, die helpt je met het ontwikkelen van die stakeholdernetwerken, met het ontwikkelen van die relaties die in de regio belangrijk zijn. Jij gaat een aantal van jouw observaties, een aantal van jouw lessen ga je voor ons op rij zetten, ga je met ons delen. Je schetste net al de enorme ontwikkeling die daar de afgelopen 60 jaar heeft plaatsgevonden. Wat zijn de ontwikkelingen die je nu ziet, hè? Vanochtend had Bas Frederiks het bijvoorbeeld over dat Abraham-akkoord, maar ook over alle inspanningen die er zijn om die duurzaamheid op zoek te gaan naar nieuwe verdienmodellen, ook met het exporteren van waterstof, et cetera. Hoe heeft dat weerslag op de manier van zaken doen? Heb je het idee dat er daar een steeds grotere openheid ook ontstaat bijvoorbeeld? Er ontstaat zeker een openheid, maar ik denk een aantal ontwikkelingen hebben zich de laatste tijd plaatsgevonden. Eén is, vroeger kon je als bedrijf
Europees of Amerikaans bedrijf kon je product exporteren en dat werd aangenomen automatisch als het beste product, omdat het vanuit Europa of Amerika kwam. En Amerikaanse en zeker Nederlandse producten hebben nog steeds een uitstekende naam en reputatie. Maar er wordt steeds meer nu naar local content gekeken. Overheden en bedrijven die willen lokaal produceren en producten die lokaal gemaakt worden of een local content hebben, die worden ook steeds beter gezien, kwalitatief beter gezien. Ook het feit dat mensen trots zijn dat iets uit de regio komt dat niet alleen maar geïmporteerd wordt. Dus dat is één verandering die we zien. Het tweede is dat, zoals ook eerder gezegd is, de landen die moeten zich diversificeren. Die moeten de economie diversificeren. En wat je daardoor krijgt is dat er zijn familiebedrijven, vaak conglomeraten, die opgezet zijn, historisch gezien, omdat alles geïmporteerd werd en alles uitgevoerd moest worden. En omdat in die tijd ook geen basisinfrastructuur was. Die grote bedrijven die deden van alles. En nu wordt steeds meer specialisme gecreëerd in de regio. Dus dat is een tweede verandering die je ziet. En wat je ook ziet is dat, hoewel het inderdaad waar is, dat in een aantal landen vaak geen lokale partner of voor bepaalde activiteiten geen lokale partner meer nodig hebt, vanwege de structuur van bijvoorbeeld Free Zones en andere organisaties, is de vraag nog steeds, zou je dat niet moeten willen? Maar daar kunnen we misschien straks over hebben. Maar dat is de verandering. En een grote verandering is, de lokale population is een hele jonge population. Dus de bevolking is, ik denk, meer dan de helft is rond de 25, onder de 25 jaar oud. Dat betekent dat ze heel digitaal, gemakkelijk digitaal, te werk kunnen gaan. En dat zie je enorm. Een van de grootste uitgaven wereldwijd per persoon, als je kijkt naar e-commerce sites, komt uit de regio. Als je kijkt naar producten die, of het die financiële producten of andere type producten die verkocht kunnen worden digitaal, een van de grootste oppak in de regio komt uit de regio. Dus een enorme verschuiving ook naar aan de ene kant, wat nu heel anders is. Aan de ene kant is het een hele persoonsgebonden regio. Nou, aan de andere kant werkt digitaal voor bepaalde producten perfect. En ik denk dat een andere verandering die je echt ziet, en dat is dat speelt al een tijd, maar is de afgelopen jaren misschien nog sterker geworden, is de rol van China. Vroeger, alles wat vanuit Nederland of niet in Europa en Amerika kwam, was perfect, werd opgenomen. Daarna werd er ook meer steeds dat lokale producten. Maar je ziet nu ook, de Chinezen hebben enorm geïnvesteerd in de regio. En vroeger werden Chinese producten vaak gezien als goedkoop. En mensen kochten het voor de prijs. Maar je ziet nu dat de Chinezen hebben een enorme ontwikkeling in de regio gemaakt. Dus onze concurrentie is nu niet alleen onze omringende landen hier in Europa of Amerika. En ook niet alleen de lokale producenten daar. Maar ook producten uit China en andere gebieden van het Verre Oosten. China is nu de grootste handelspartner van veel landen in de regio, terwijl dat vroeger Amerika of Europa was. Dat zijn een aantal veranderingen die momenteel plaatsvinden. Ja, dus dat tempo van heel snel ontwikkelen, dat zet zich daar door, met ook gekoppeld aan een grote ambitie. Een partner lokaal heb je niet meer altijd nodig. Jij gaf ook aan, de vraag is of je het zonder partner wil doen. En dat sluit ook meteen aan. Laten we er meteen mee beginnen met dat onderwerp. Bij de uitdaging die als de grootste uitdaging wordt gezien. Die in de poll is dat het meest populaire antwoord van hoe vind je nou de juiste partner? Hoe pak je dat aan? Kun je daar wat over zeggen? Natuurlijk. Hoe je de juiste partner vindt, zijn heel veel manieren om een partner te vinden. Maar één manier om te beginnen vaak is, kijk naar je collega's en kijk naar bedrijven die in dezelfde sector actief zijn. En ga daar een gesprek mee aan. Ga een gesprek aan met een partnerbedrijf of een sectorbedrijf. Ga in gesprek met de organisatie die jouw sector vertegenwoordigt. Maar ook bijvoorbeeld met je buurman of buurvrouw die misschien in een soortgelijk bedrijf hebben die al in de regio actief zijn. Het tweede is, kijk naar de enorme mogelijkheden die de Nederlandse overheid ons biedt. We hebben, zoals jullie hebben gezien vandaag, een enorm netwerk van ambassades,
van economische supportmogelijkheden in de regio. Hier en daar. Dus onze Nederlandse ambassades daar, maar ook de Arabische ambassades hier. En daarnaast heb je de ondernemersorganisaties, zoals WNO-NCW, zoals onder de Netherlands Middle East Business Council, die onderdeel is van WNO-NCW. Die hebben ook grote databases. En mensen die bereid zijn om te helpen en die tijd nemen om je daarin te begeleiden. En vergeet natuurlijk niet je advocaat of accountant. Die advocaat of accountant die vertegenwoordigen vaak andere soortgelijke bedrijven die actief in de regio zijn. Dus er zijn hele verschillende manieren om een partner te vinden. En er zijn ook mensen die bereid zijn om te helpen. En natuurlijk, je hebt natuurlijk ook lokaal een aantal business councils. Zo bijvoorbeeld, je hebt hier in Nederland NL in Business. Die heeft een relatie met de Netherlands Business Council, waar Stefanie ook voorzitter van is. Dus er zijn verschillende manieren om een partner te vinden om die discussie aan te gaan. Maar misschien kunnen we daar straks in meer detail over ingaan. Ja, Damien, nou, laten we nog heel even over doorpraten, Slim. Want dat is echt een belangrijk thema natuurlijk. En Damien die gaf net ook al aan, als je werkt ook met een agent, moet je ook wel hele duidelijke afspraken maken. Je moet wel heel zeker weten dat je samen op één lijn zit en dat die agent niet ook het belang van een concurrent van je dient, bijvoorbeeld. Hoe zou je daarmee om moeten gaan? Wat is jouw advies? Kijk, ik denk met het omgaan van een agent, weet je, er zijn heel veel, je kan hele complexe manieren bedenken om, maar uiteindelijk waar het vaak gaat, het vinden van een agent heeft vaak met je gut feel te maken. Daar begint alles mee. Je kan het beste bedrijf ter wereld als partner hebben, maar als er geen klik is, als er geen link is, dan is het niet het beste bedrijf voor jou. En daar gaat het om. Het gaat om jouw business. Het gaat om de link die jij hebt met die persoon. En vergeet niet dat de regio is heel persoonsgericht vanwege de geschiedenis die we net hebben besproken. Tegelijkertijd, vanwege de geschiedenis ook, zijn er dus heel veel conglomeraten. Bedrijven die van alles doen. En bedrijven die, omdat ze vroeg gestart zijn, ook je, misschien mogelijk je concurrenten vertegenwoordigen. Ik denk dat het extreem belangrijk is om een bedrijf te vinden die bij jou past, waar de persoonlijke link klik goed is. En tegelijkertijd dat je ook navraagt over zo'n bedrijf. Het begint met je gut feeling, maar vraag collega's, maar vraag ook ambassades, vraag je advocaat, vraag de business council of het bedrijf bekend is, of mensen eerder van het bedrijf hebben gehoord. En iedereen die belooft dat hij iedereen kent. En de reden dat mensen dat beloven is omdat ze weten dat het belangrijk nogmaals is om binnen die inner circle te komen. Dus iedereen zegt, hij kent de ruler, hij kent die, zij kent die en die. En het is belangrijk om daar doorheen te kijken. Dus om je tijd te nemen. En ik denk dat is het allerbelangrijkste misschien van het zaken doen in de regio. Is neem je tijd. Laat je niet, ga niet te gehaast te werk. Neem je tijd om je partner te leren kennen. En ik denk dat is een van de grootste problemen die bedrijven vaak hebben. Ze zien de enorme mogelijkheden die in de regio zijn, en die zijn er ook. Maar die gaan dan heel snel te werk, omdat het gaat over dan de verkoop van het product. Maar daar gaat het niet om. Uiteindelijk moet je product verkopen en moet je dienst verkopen. Waar het om gaat is het opbouwen van de relatie. En door die opbouw van de relatie ga je in de lange duur veel meer product verkopen als dat je gewoon direct naar de productverkoop gaat. Ja, heel mooi. Ook populair als uitdaging, hè? Wat mensen zien als grootste uitdaging, is alles wat te maken heeft met de financiële afronding en ook met het onderhandelen. Hoe is dat anders en wat is een advies wat je daarin mee kunt geven? Kijk, het onderhandelen en de financiële afronding, zeker de afgelopen jaren, zoals ook door de eerste sprekers gezegd, zijn veel van de landen in de Golf die zijn zeer afhankelijk van olie- en gasinkomsten, die natuurlijk enorm teruggevallen zijn. Dus er zijn veel bedrijven in de regio die het financieel momenteel moeilijk hebben. En daar moet je zeker rekening mee houden. En ook uitzoeken in het vinden van de partner, navragen bij je bank, bij de ambassades, bij andere collega's, of ze weten hoe het financieel zit met het bedrijf waar je zaken mee doet. En ik denk dat het komend jaar dat nog belangrijker is. Want we hebben nu ook in Nederland hebben steun gekregen van de overheid, maar ook in de landen daar. En er zullen zeker bedrijven zijn die het momenteel misschien even goed hebben, maar waar het uiteindelijk misschien
niet zo goed is. En trouwens, die vraag wordt ook vanuit, zal ook vanuit die regio aan jou gesteld worden als je binnenkomt. Dus het is een vraag die, denk ik, zeker de komend jaar A2 bij veel partijen een belangrijke vraag zal zijn. De onderhandelingen zelf, nogmaals, bouw je persoonlijke relatie op. Zaken worden daar niet gezien als onafhankelijk van de relatie. De relatie en zaken gaan samen. Dus onderdeel van de onderhandeling is dat je de tijd hebt genomen om tijd te besteden met mensen. En als je die tijd hebt genomen, dan zal de onderhandeling makkelijker gaan. Nou, makkelijk is misschien niet het juiste woord. Onderhandelingen in de regio zijn vaak niet makkelijk. Maar mensen zijn wel gemoedelijk. En ik denk uiteindelijk wat je zal merken is als je... We hebben vaak het idee dat we heel anders zijn. Maar in zaken doen zijn we vaak heel vergelijkbaar. En als je de tijd neemt om mensen te kennen, als je de tijd neemt om de cultuur te begrijpen en te begrijpen waarom iemand iets denkt. Weet je, het kan vaak op heel kleine dingen zijn dat je denkt waarom reageert iemand op een andere manier daarop. Maar misschien is het omdat zij iets willen bereiken die voor jou heel makkelijk is om weg te geven. Maar vanuit een cultureel perspectief wordt dat misschien anders gezien. Dus neem even de tijd om mensen te leren kennen. Neem de tijd om te begrijpen waarom ze iets willen. En je kan dat ook heel openlijk vragen. Mensen zijn, weet je, er wordt vaak gezegd over Nederlanders dat ze blunt zijn. Dat ze heel open en zijn. Maar die regio, als er één regio is die kan concurreren qua bluntness, en zeker in het zaken doen, dan is het de Golflanden. En je kan dus ook heel open zijn in je gesprek met de partners. En je kan vragen waarom is dit voor jou belangrijk. En probeer een manier te vinden om dat op te lossen. En dan misschien een laatste punt als het gaat om onderhandelingen. Vertrouwen is alles. Relatie is alles. Maar een contract is ook belangrijk. Dus het feit dat iemand zegt, we shake on it. Absoluut, you have to shake on it. En je moet vertrouwen in elkaar hebben. Dat is de basis voor alles. Maar uiteindelijk, je contract is absoluut belangrijk. En laat je niet wegwuiven door, we hebben nu een afspraak, een contract is belangrijk. En zorg dan ook waar, onder welke wet het contract valt en onder welke voorwaarden die contracten vallen. En hou als laatste misschien even rekening mee dat in bepaalde landen, hoewel de wetten aan het veranderen zijn, in bepaalde landen, als je iemand als agent aanstelt, die zijn dan soms in sommige landen historisch gezien een agent voor leven. Daar kun je dan heel moeilijk later van afkomen. Dus laat je daar goed in begeleiden. Laat je daar goed in adviseren. En nogmaals, de wetten zijn door de hele regio aan het veranderen. Het wordt soepeler om van buitenaf een bedrijf op te zetten en je eigen activiteiten op te zetten. En de meeste vragen kan je dus gewoon stellen ook. Hè? Zijn heel direct in de cultuur. Ja. Zijn er ook vragen of onderwerpen waar je juist van wil wegblijven? Ja, weet je, misschien is het goed om even hierover na te denken. Kijk, we hebben het over de golfstaten. We hebben het vaak over het Midden-Oosten. Hè? Het Midden-Oosten bestaat geografisch, maar het Midden-Oosten als één denkbeeld en één groep mensen bestaat niet. Net zo min als de golflanden als één denkbeeld bestaan. Het is een hele mix van mensen en culturen. En zelfs binnen de landen en tussen de landen zijn verschillen van culturen. Dus heel veel van deze landen is het grootste gedeelte van mensen vaak met wie je zaken zal doen en mensen met wie je contact zal hebben, zijn buitenlanders, zijn geen lokalen. Maar natuurlijk uiteindelijk je doel is om die relatie met de lokalen te bouwen. Maar waar ik op doel is, iedereen is anders. En er zijn verschillende denkbeelden, verschillende mensen uit. Ja, het is heel internationaal geworden. Dus het antwoord op je vraag, Erik, ja, er zijn zeker dingen die je misschien wel of niet moet doen. Maar dat weet je pas als je weet met wie je zaken doet. Dus als je met iemand bijvoorbeeld uit bepaalde landen komt, historisch gezien werd er vaak gezegd, vraag niet om over zijn vrouw of zijn dochters. Dat is nu allemaal zo veranderd in de tijd. Misschien als iemand heel traditioneel is, dat nog zo is. Integendeel, nu, je gaat niet als eerste over zijn vrouw of dochter vragen, maar nu, je vraagt naar de familie. Je toont interesse. Zoals wij het ook leuk vinden als mensen interesse ontstoten en vragen
over ons vragen. Maar het is heel belangrijk, met wie zit je aan tafel? Met wie doe je zaken? En wat is de culturele achtergrond van die persoon? En misschien ook nog, en ik wil dit niet gecompliceerd maken. Het enige wat ik wil zeggen is, mensen zijn mensen. En mensen zijn mensen of ze nu in Nederland zitten, of ze in het Midden-Oosten zitten. En elk mens, ieder is anders, ieder persoon is anders. Dus leer die persoon kennen. En dan weet je vaak wat je wel of niet kan doen. Bijvoorbeeld alcohol. Er wordt gezegd, ga daar voorzichtig mee om. Dat is waar. Okay. Aan de andere kant, er zijn sommige mensen daar die best wel een glaasje wijn lusten, anderen niet. Weet je, dus het is heel moeilijk. Vroeger was het veel meer een homogene cultuur per land of per regio. Nu is dat enorm veranderd over de afgelopen jaren. Dus leer je partner kennen, neem de tijd om je partner te leren kennen, om de persoon te kennen met wie je zaken doet. En kijk dan over de specifieke dingen die je wel of niet zou kunnen doen. En laat je daarover informeren door anderen. Ja, tegelijkertijd is er dus veel vraag naar innovatieve oplossingen, hoogwaardige kennis. Een vraag die is ingestuurd, die gaat over kansen om daar kennis ook als product of als dienst te bieden. Hè? Bijvoorbeeld e-learning programma's. Is dat kansrijk? Is daar veel behoefte aan en is men bereid om daar goed voor te betalen ook? Ja, er is enorme behoefte aan alles wat met kennisoverdracht te maken heeft. En e-learning is zeker een enorme opportunity. Het enige wat ik wil zeggen, er zijn al heel veel bedrijven in e-learning bezig. Dus het zal niet de eerste zijn. Maar er zijn enorme opportunities op het gebied van e-learning. Alles wat met kennisoverdracht te maken heeft, daar is geld voor. Daar is een jonge bevolking voor. Daar zijn de mogelijkheden ook voor. Want als je kijkt naar bepaalde landen, bepaalde regio's in veel van deze landen. Sommige van de landen zijn heel uitgestrekt. En heel moeilijk om persoonlijk iedereen tegelijk te bereiken. Dus e-learning is een enorme opportunity. En er zijn zeker mogelijkheden. En het ligt ook aan de sector. Er is e-learning van de scholen, de basisscholen. Tot en met beroepsonderwijs. E-learning is een enorme markt en is een groeiende markt. En je moet wel kijken per land naar de regulations voor e-learning. Sommige landen zijn meer restricted op e-learning dan andere. Maar e-learning is een enorme opportunity. Alles wat de kennisoverdracht te maken heeft en met partnership op kennisoverdracht, daar is de markt voor. Ja, en is dit ook... Kun je hier ook de overheid juist als klant hebben of is dat niet zo eenvoudig? Eenvoudig is een ander, maar je kan zeker de overheid hiervoor als klant hebben. Ik moet ook zeggen, er zijn bedrijven uit Nederland die ook verbonden zijn aan grote universiteiten. Nederlandse universiteiten die e-learning platforms in de regio hebben opgezet. Sommige zijn succesvol geweest, sommige zijn minder succesvol geweest. Misschien ook als we over e-learning... ik kom op terug op je vraag. Maar één ding wat misschien belangrijk te bedenken is... Je hebt over een regio, we hebben het natuurlijk over de golfregio... Maar het gaat natuurlijk veel breder. We hebben over een gebied van ongeveer 500 miljoen mensen tot 600 miljoen mensen... die al één taal spreken, namelijk Arabisch. En dat loopt vanaf Noord-Afrika tot en met Irak. Dus een e-learning oplossing die je zou kunnen bedenken... Die zou je kunnen baseren en beginnen vanuit de golf, maar die zou je veel breder kunnen trekken dan alleen de golflanden. En nu terug op je vraag, inderdaad, er zijn activiteiten die opgestart zijn en met de overheden. En met bedrijven. Vaak hebben bedrijven behoefte aan beroepsonderwijs. En die bedrijven kan je dan of direct benaderen, of zijn ook koepelorganisaties voor bedrijven. En je hebt de overheids-e-learning. Wat vaak gebeurt als je met de overheids-e-learning systemen terechtkomt, dan kan je wel als toeleverancier aan de uiteindelijke leverancier van de overheid werken. Maar als direct als first-line leverancier te werken, is dat vaak is moeilijker. Het is niet dat het niet te doen is, maar is moeilijker. Ook vanwege de lokale regulations en het feit dat ze graag lokale partners daarbij willen betrekken. Dus het beste is dan om een partnership met als je voor de overheid wil werken, is om partnership met lokaal bedrijf op te zetten om dat te doen.
Ja, wat mij triggert is wat je net vertelde, hè, over dat enorme gebied waar Arabisch gesproken wordt. Hè, dan denk ik ook meteen in termen van een springplank. Hè, wat jij zei, vanuit de golf kun je dat opstarten. Maar de golf is natuurlijk ook al een groot gebied op zich. Zie jij een specifieke plek, en dan misschien los van e-learning, waarvan je denkt, nou, misschien Dubai wel, van dat is echt een fantastisch vertrekpunt. Vanuit daar, ja, kun je verkennen wat mogelijkheden zijn, kansen zijn voor je business. Ja, kijk, gewoon uit ervaring. Ja? De beste vertrekpunt in de regio is waar je eerste partner zit. En dus mensen die zoeken, die gaan vaak naar een stad of die gaan naar een land en die ontmoeten daar iemand. En daar klikt het mee, zakelijk. En die persoon die kan of uit de stad komen of die kan uit een ander land komen. En daar beginnen ze vaak mee. En het land waar die partner zit, dat is vaak hun springplank. En het land waar je thuis voelt. Dus waar je denkt dat je een goede partner hebt gevonden en waar je thuis voelt, dat is vaak je springplank naar de regio. En er zijn een aantal landen, een aantal steden die zich daar heel goed op hebben ingespeeld. Bijvoorbeeld Dubai. Die heeft gewoon gezorgd dat je een enorm infrastructuur hebt. Dat je veel partners lokaal hebt. Dat je je makkelijk thuis kan voelen. Maar er zijn ook andere landen, bijvoorbeeld Oman, bijvoorbeeld Doha. En nu ook in bepaalde steden in Saudi als Neom. Dus er zijn verschillende plekken. Het gaat erom, waar vind je je partner die goed bij je past. En die ook natuurlijk gelieerd is aan je product. Want er zijn bepaalde landen misschien waar bepaalde producten voorrang hebben. Of waar bepaalde producten misschien sneller kunnen verkopen als andere. En daar begint het vaak bij. En die basis, die kan je dan inderdaad gebruiken naar de regio. En de regio is veel groter als alleen de Arabische landen. De regio is ook heel Zuidoost, laatst de Indian subcontinent. Er zijn heel veel bedrijven die zich vooral hebben gevestigd in Dubai, maar of in Muscat, in Oman of in Doha, die actief zijn in landen buiten de Arabische regio. Dus in Pakistan, in India, in Afghanistan, in andere landen, waar, vanuit de regio. En vandaar ook dat die airlines zo'n enorme groei hebben doorgemaakt. Dubai bijvoorbeeld, die wil voor het eind van deze eeuw, dat was de plan voor COVID, was elke grote Afrikaanse stad linken met elke grote stad in China. Dat is het doel van om die steden te linken. Dat loopt dan allemaal via Dubai, maar Qatar is er ook mee bezig, andere landen zijn er ook mee bezig. Dus het land als springplank is breder, de springplank is breder als de Arabische landen. En kan dus ook andere landen in de regio zijn. En misschien nog één laatst punt, Erik. Ja? Als we zelfs over de regio hebben. We hebben nu dus over 400-500 miljoen jonge mensen. De verwachting is dat aan het eind van deze eeuw er meer mensen in de MENA-regio breed wonen als in China. En dus de regio alleen al is enorm, gaat enorm groeien. We moeten al naar de afronding toe, Salim, maar één vraag wil ik je nog heel graag stellen en dat is: welke kansen zie je nou met name voor het Nederlandse bedrijfsleven en in welke golfstaten? Ja, ik denk dat de kansen in de regio met alle problemen van die, ja, want daar is veel over gezegd en die zullen ook zijn blijven. Maar de kansen die zijn nog enorm. Het zijn jonge landen die een basisinfrastructuur hebben opgebouwd. Dus je hebt geen legacy systemen, of het nu in de financiële sector zit, of in alle verschillende sectoren. Je kan er nu verder mee opbouwen. En die kansen, zeker voor Nederlandse bedrijven, hebben als Nederland een hele goede naam en reputatie in de regio. Daar helpen onze ambassades en onze vertegenwoordigers in de landen, het zijn onze gezichten in de landen, die hebben daar een enorme belangrijke rol in. Alles wat te maken heeft met verduurzamen van activiteiten. Alles wat te maken heeft met gezondheid. We hebben in de regio een hele jonge population. Maar de jonge population heeft ook een van de grootste percentages van bijvoorbeeld diabetes en hartklachten ter wereld. Alles te maken wat te maken heeft met gezondheid. Waterstof. Wij vinden als Nederland dat waterstof een van de belangrijke verduurzame producten zal zijn voor de komende jaren. Partners in de regio kunnen daar hele sterke partners in, gegeven de bestaande infrastructuur die ze hebben op olie en gas. En dan
niet als laatste, maar één van de andere punten. Ik weet olie en gas. De structuur en de basis van olie en gas zal de komende jaren blijven. En één van de activiteiten waar we naar zouden kunnen kijken is hoe kunnen we die bedrijven en die landen helpen met verduurzamen van hun olie- en gasproductie. En als niet als laatste, maar kijk, we zijn in Nederland heel goed in alles wat food, agri en water te maken heeft. En dat is precies wat in deze landen nodig is. Ze hebben eigenlijk een slechte food security. Alles moet, grotendeels moet geïmporteerd worden. Water is natuurlijk een probleem door de hele regio heen. En wij hebben die expertise. En die expertise wordt daar ook gewaardeerd. Dus dit zijn een aantal sectoren. En over landen, Erik, de hele regio, als we over de golflanden hebben, de hele regio heeft het nodig. Het ligt aan waar je startpunt is, waar vind je je goede partner en naar welke landen wil je verder uitbreiden. Vanuit de regio. Dus elk land heeft het nodig. Elk land, meest van de landen, die hebben financiële mogelijkheden om het ook uit te voeren. En elk land kan als basispunt dienen voor je toekomstige activiteit in de regio. Heel erg mooi. Heel veel dank, Salim Rabbani, voor het delen van jouw expertise en het delen van jouw visie. Het was echt super interessant en we hebben heel erg veel besproken. Heel veel dank. Wij gaan eruit voor een korte pauze. Okay. Maar je hebt nog veel te goed, want we hebben nog twee super interessante workshops voor de boeg. Zometeen over de ondersteuning die je van de Nederlandse overheid kunt krijgen. We zetten drie instrumenten op een rij. En om 11:45 over de manier van pitchen die in de golfregio leidt tot resultaat.